Hoe is het om weer in Den Haag te zijn? Hartstikke leuk. Nee, ik vind het een prachtige stad. Ik ben echt, een beetje à la Couperus. Ik ben een Hagenaar. En niks anders dan dat. Ook waar ik ook naartoe ga, ik blijf een Hagenaar. Geef hem een ontzettend hard applaus. Hier is Paul Verhoeven. Als ik aan iets werk, dan denk ik eigenlijk niet aan het eind van het leven. Maar als ik dus eigenlijk dat niet doe, dan word ik eigenlijk wel overweldigd op deze leeftijd. Door het feit dat je eigenlijk op een gegeven moment afscheid moet nemen van alles, van iedereen. En nog erger misschien, of in ieder geval even erg, is dat je ook afscheid neemt van jezelf. Pose tes mains sur les miennes. We zijn erg puriteins geworden, zeker in Amerika, maar ongelukkigerwijs ook in Nederland. Vroeger was dat in de jaren 70, toen wij Turks fruit maakten, niet waar? Dan was dat überhaupt geen probleem naakt. Maar nu is al het naakt problematisch en zeker in Amerika heb je daar dan eigenlijk... Mensen die daarop moeten letten zelfs, niet waar? Sinds een jaar of zo. Ik heb niet het gevoel dat ik een coördinator nodig heb. Mensen voelen zich wel veilig op de set. De twee actrices in Benedetta vonden het geweldig allemaal. Ja, en hadden geen enkel probleem met de naaktscènes. Deze scènes worden de kerk dus, zeg maar de inquisitie. Een van die twee vrouwen martelt om een bekentenis te geven dat ze lesbische seks hebben bedreven, zeg maar, niet waar? En dat werd in die tijd opgelost door ze te martelen. Dus er is een martelscène die ik veel vreselijker vind dan alles wat er met de seksuele toestanden gebeurt, ja. Schiet daar, terwijl hij denkt een opname te maken, de camera... Vrouw in dit geval, dood. Is dit iets wat jij je kunt voorstellen dat dat gebeurt? Ja. Ja, ik denk een verwisseling als jij dat zo zegt. Dat heb ik niet gehoord nog. Dan heeft iemand dat verwisseld. Bij toeval of om redenen. Wordt eng, hè, als je dat zegt. Nou ja, dat kan dus natuurlijk, ja. Ja. Maar ik geloof eigenlijk dat het gewoon een onoplettendheid is, ja.